moet je natuurlijk, ik deed goed denk ik, bewaar nog wel de rust. Alleen, ja, er lagen ook 2, 3, 4 gasten die geleden voorvlogen ervoor. Dus ik probeerde hem cross te schieten en keeper op verkeerde been zetten. Hij ging net voorbij de paal, maar goed. Het was natuurlijk niet makkelijk. Het was mooi geweest als dat gelukt was. Eerste helft gelijk op. Waardoor kwam het verschil in de tweede? Nou, omdat wij denk ik rustig gebleven zijn. Omdat wij in de organisatie zijn blijven spelen. Agressief bleven spelen. Ja, en op een gegeven moment, je merkte dat ze het niet echt meer wisten. En op een gegeven moment leden ze wat meer en meer balverlies. Vlogen een bal over de zijlijn of over de achterlijn. En op een gegeven moment, je moet blijven wachten op je kans. En je weet, na het einde van de wedstrijd, dan komt er altijd nog net ietsjes meer ruimte. En de goals die je maakt, dat zijn weer gewoon hartstikke goede goals. Goed, tenslotte, heb je een voorkeur? Tegen wie? Nee. Nee, want ik vind, kijk, wij hebben onze plicht gedaan. En wij moeten van onze eigen kracht uitgaan. Je hebt daar geen invloed meer op. We zullen zien en we zullen afwachten wat het wordt. Ik denk dat het gewoon heel goed is dat we nu naar het... zeg maar het onderste deel van het schema gaan. We hebben een dag meer rust. Dat is allemaal prima. Nou ja, goed. Kijk, iedereen heeft het er nu over. Ja, Brazilië niet. Nou ja, goed. Als Brazilië komt, dan komt Brazilië. En dan moeten we daar ook klaar voor zijn. Laten we gewoon lekker met z'n allen... En dat vind ik nu het belangrijkste. We moeten echt met z'n allen echt nu de knop omzetten. En ja, het begint nu. Hè? We zijn er niet. Dat is... Kijk, tegen Spanje was dat ook. 5-1, fantastisch. Nu is het ook zo. Nu begint het toernooi. En nu... moeten we de groep bij elkaar houden en wat ik al eerder zei, beide pootjes op de grond en gaan met z'n allen. Dankjewel, gefeliciteerd. Arne, please, please, one in English.